Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden. Met vlog nummer 51, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. En in deze video wil ik je graag iets vertellen over serotonine en stress. En wat het precies is en wat het doet. Nou, serotonine is net als dopamine een neurotransmitter. Dus het wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Maar daar waar dopamine eigenlijk een soort van pepmiddel is, is serotonine juist een rustigmaker. Dus serotonine geeft rust en ontspanning in je lichaam. En op het moment dat je te weinig serotonine in je lichaam hebt, dan kan je slaap bijvoorbeeld minder worden en je concentratievermogen. Dus het heeft wel wat impact. En serotonine wordt voor 90-95% aangemaakt in je darmen. De overige 5-10% worden in de hersenen geproduceerd. Maar de grootste producent van serotonine zijn je darmen. En het is belangrijk om een gezonde darmflora te creëren, waardoor je lichaam gemakkelijker serotonine aanmaakt. Nou, wat heeft serotonine nou met stress te maken? Stress gaat altijd voor. Stress is erop gericht om op korte termijn te overleven. Dus op het moment dat er stress is, dan gaat je lichaam automatisch eerst adrenaline en vervolgens cortisol produceren om die stressreactie op gang te brengen. En dat betekent dat de serotonineproductie omlaag gaat. Dus als je veel stress hebt, dan wordt er weinig serotonine aangemaakt. Stress is de grootste verbruiker of grootste dwarsbomer van de aanmaak van serotonine. Nou, gelukkig zijn er ook dingen die je kunt doen om de serotonineproductie te helpen. Veel daarvan zit op het gebied van voeding. Serotonine wordt aangemaakt uit eiwitten en die zijn te vinden in bruine rijst, in pinda's, in sesamzaad. En apart te noemen is kurkuma. Dus dat zijn zo wat van die voedingsstoffen die je bij voorkeur veel tot je neemt als je een serotonine tekort hebt. Om erachter te komen of je hormonen goed in balans zijn, zou je eens kunnen overwegen om een bezoek te brengen aan een ortomoleculair therapeut. Ik zelf bezoek één keer per half jaar ongeveer een ortomoleculair therapeut. En die meet of je hormonen goed in balans zijn en of of je bepaalde voedingsstoffen mist of juist te veel hebt. En die kunnen dus ook dan de juiste supplementen voorschrijven die precies op jouw toestand, op jouw gestel zijn afgestemd. Dus dat is mogelijk het overwegen waard. Ik zal daar nog een keer een aparte vlog over opnemen om daar wat meer over te vertellen. Voor nu hoop ik dat mijn informatie over serotonine en stress je een beetje een inzicht heeft gegeven wat serotonine precies is en doet. En mocht je dit interessant vinden, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal, want dan blijf je altijd op de hoogte van alle nieuwtjes met betrekking tot stress en burn-out. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende video. Doei doei!